En daardoor kan de molen blijven draaien en blijft het monument behouden. 3 jaar geleden werd in Alkmaar de motie hoge bomen vangen te veel wind aangenomen. Deze bomen houden de wind bij de molen van Piet weg. En dat is nadelig voor de molen en het zicht op het monument. Dus moeten er een aantal wijken. Ja, het is een ingewikkeld traject. Het bolwerk is een monument, daar heb je rekening mee te houden. En tegelijkertijd is het een heel geliefde plek. Dus mensen willen er ook iets moois voor terugkrijgen. Een draaiende molen is mooi, maar ook de omgeving moet mooi zijn. In het begin was er wel de vraag waarom moeten ze gekapt worden. Nou, dat hebben we uitgelegd. En we hebben ook uitgelegd dat het onvermijdelijk is om de bomen te kappen om de molen te redden. Molenaar Kees Piet zag de afgelopen jaren de nodige problemen met zijn molen ontstaan en is blij met de herinrichting van het bolwerk. Nou, hij is gebouwd om te draaien, om het zo maar te zeggen. En de hele constructie is daar ook op gebaseerd. Hij staat al 3 jaar stil. Er gaan spechten inzetten, dus die hakken het hout stuk. Dus ja, je krijgt van alles binnenlopen wat je niet wilt hebben. We hebben het al decennia lang aangegeven van jongens, doe wat aan die bomen. Snoei ze niet aan de onderkant, maar alsjeblieft aan de bovenkant. Het gaat bij een molen om de windvang. Maar los van de praktische en noodzakelijke kant van de werkzaamheden zijn er toch ook de Alkmaarder zelf en de bezoekende toeristen die er straks een mooi plaatje bij krijgen. Dat betekent dat de stad Alkmaar een draaiende molen krijgt die in een hele mooie omgeving staat. Een heel fotogeniek plekje. Het meest Instagrammable plekje van de stad. Na het Waagplein misschien wel.